gaan we nu bekijken. Het afgelopen seizoen hebben Nia en ik meerdere films gemaakt. Maar niet altijd ging het direct goed. Met deze blooper-aflevering een compilatie van mislukte opnames, die vaak tot grote hilariteit leiden. Taal, dat blijkt soms lastiger dan je denkt. Ben je altijd al zo geweest, artistiek? 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 Ik weet niet hoe het heet, dat rotte. Artistiek. 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 Nia moest af en toe haar angsten overwinnen, met de roofvogels bijvoorbeeld. En dan gaat het nog bijna mis. Het ligt weg, of zit hij nog? Ja. Dat is een van de redenen waarom ik dus in die fotostudio... Ja. Wat je nu raakt is niet mijn angst hoor. Over smaak valt niet te twisten. Tja, en als je dan al geen bierliefhebber bent en je moet ook nog proeven... Mag ik even een grote mond trekken? Ja? Oh, jongens, mag ik even pauze? Mag ik even alle aandacht? Ja, alsjeblieft. Trek je een keer een grote mond, heeft het geen effect. Nee, ze zitten zo direct. Zitten jullie zo? Kan het niet moeilijk zijn, die pauzes gooien, of wel? Wijnlusten, maar wijnproeven is toch een vreemde bezigheid. Moeten we dan een beetje slurpen. Slurpen? Oh, dat vind ik zo heerlijk. We gaan niet spugen, we gaan niet terug spugen. Nee, dat is zonde. Dat vind ik zonde. Dat doen we, nee, dat doen we niet. Die moet ik even overnieuw doen, want ik dacht tijdens glas slurpen. Maar... Nee, gewoon even een beetje lucht naar binnen slurpen. En dan even goed door je mond laten gaan. Lucht naar binnen slurpen. Soms moet ik even Nia helpen. En dan gaat het meteen mis. Hup, we zijn hartstikke laat. Schiet op. Ja, ja, loop maar. Ik zal hem de andere kant doen, Henk. Henk, je zit bij nummer 10. Henk, je zit bij 10. Je moet naar 8. Je kunt ook niet alles laten overlaten. Je moet echt de kamer in de gaten houden. Met burgemeester Adriaan Hogendoren mochten we het leuke programma Oldebroek in de kern maken. Het stopwoordje zeg maar probeert de burgemeester te vermijden. Maar dat gaat niet zomaar lukken. Gerealiseerd kunnen worden die zeg maar dan ook bedoeld zijn. Ik zeg het weer zeg maar. Zie je, dat is een... Landgoed zelf. Het terrein zeg maar. En dat was... Ja. Onze burgemeester weet heel veel. Maar soms stelt Nia een vraag waar ook hij even geen antwoord op heeft. Ja, en kunnen mensen zich hier nog voor aanmelden voor de twee pannen die eigenlijk dan nog leeg staan? Of is er al een... De twee winkels bedoel je? Ja. Daar weet ik helemaal niks van. Oh, dat was een hele goede vraag. Ja, geluid is een verhaal apart. De microfoon vergeten aan te zetten bijvoorbeeld. Voor het programma In de kern van Oldebroek zijn we ditmaal in Noordeinde. Het is Oldebroek in de kern. Ik kan zeggen, ik doe iets niet goed. Aankondigen moet nogal eens over. Vooral als er een aantal lastige woorden in voorkomen. Ja. Voor het programma Oldebroek in de kern staan we ditmaal in... Noordeinde. Noordeinde. Okay. Noordeinde, ja. Drie keer scheepsrecht. Onderbroek in de kerk. Sprokkelmarkt. Ja, ik ben er klaar voor. U ook? Ja. Als ik kijk, je moet lachen helemaal. Ja. Zo, we staan hier vandaag bij Boerderijmuseum De Bovenstreek. En het is weer het jaarlijkse sprokkelmarkt. De sprokkelmarkt houdt in oude ambachten, oude vergeten groenten, oude vergeten... Ja, zij zegt niks. En niet te dichtbij, Espen. Kijk. Niet te dichtbij? De microfoon. Oh.
Vandaag zijn we bij de Sprokkelmarkt. Ja. We hebben geen hengel nog, hè? Ja. Hij loopt. Ja. Vandaag is het weer de jaarlijkse Sprokkelmarkt bij Museumboerderij De Bovenstreek. Ik ga nadenken, dat gaat niet goed. Ik kom aanlopen. Ik kom gewoon aanlopen. Ja, ja. Ja. Wat het is, weet ik niet, maar kom je ja, we moeten die kant op. Als je aan kan lopen, klopt het ook niet. Dat is ook wel. We gaan een stroppel. Ja, dan komt er weer een auto langs zo lang terug. Ja. We staan hier vandaag met... Dit is de 30e keer dat ik dat weer doe. Sorry. Ik toch. Nog maar de vierde. Nog maar de vierde. Meestal gaat het niet zo. Ja. Bedrijfsmuseum, hè? Ja. We gaan vandaag van... Nou, ja, er is nou weer mis mee vandaag. Dat knettert me er weer door. Ietsjes meer afstand. Jij bent ook zo lastig. Oh. Zo, hier. Oké, toch. Ja, we gaan tot de meneer. Die meneer loopt er maar voorbij, hoor. Mag gewoon, ja. Ja. Niet doen. Ja, fijn gaan. Vandaag zijn we van Loco TV bij de Boerderijmuseum of boven Boerderijmuseum, ik weet het niet meer. Boerderijmuseum. Is het Boerderijmuseum? Ja. Ik heb ook nog een kamer hoor. Kaart is leeg. Oké. Okay. Vandaag zijn we van Loco TV bij Boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek. Daar wordt weer de jaarlijkse Sprokkelmarkt gehouden en wat er precies inhoudt gaan we nu bekijken. Ik ben er helemaal klaar mee. Afkondigen kan soms ook lastig zijn. En Nia helemaal koffie. Ah, wij streng. Ja, kan niet anders. Ja. Wacht even, dan moet ik even opnieuw... Lijkt me een mooie afsluiter. Dit was een hele mooie afsluiter. Bedankt voor jullie tijd. En ik heb nog geen flauw idee. Maar die koffie, waar moet ik die nou bij tevoorschijn halen? Ja, ik ben hem helemaal kwijt. Ik ben aan de afsluiter. Nou, oké. Dit lijkt me een hele mooie afsluiter. Dus volgens mij wil jij nog wat vertellen? Nee, je wil... Ik ben helemaal kwijt.